Dit is een bespreking van het tweede stukje van paragraaf 20 van boek 30. In het voorafgaande heeft Livius verteld hoe Hannibal reageerde op de opdracht om terug te trekken naar Carthago. Hij is niet blij, kort samengevat. Het stukje begint met een korte zin, praeparavarat. Hij had van tevoren klaargemaakt, hij had gereed laten leggen, in dit geval leidend voorwerp zijn schepen, die hij, dat is Hannibal. Praeparavarat en ante, dat prae van praeparavarat en ante, dat is een beetje dubbelop, is maar één keer vertaald. Praeparavarat, hij had van tevoren schepen laten klaarmaken, al eerder. Dit zelf, dus juist wat er gebeurde, dat slaat op die opdracht van die gezanten, voorspellend, van tevoren vermoedend in zijn geest. Dus omdat Hannibal al in de gaten had welke opdracht hij zou krijgen, had hij van tevoren al schepen laten klaarleggen, natuurlijk voor de oversteek naar Afrika. Dan een hele lange zin. Itaque daarom dus. En dan begint het met een ablativus absolutus, turba dimissa, nadat hij de troep had weggezonden. Een troep van een groep militum, van soldaten. En van die groep soldaten wordt gezegd dat ze inutili zijn. Dus nadat een onbruikbare groep van soldaten dimissa was, weggezonden was. Praesidii specie, onder de schijn, met de schijn van een garnizoen. Dus hij doet net alsof hij nog militair vol in bedrijf is, Hannibal. Nadat hij een onbruikbare troep soldaten had weggestuurd onder het mom van een garnizoen, had gestuurd, weggestuurd naar de steden van het Brutische land. Steden die, gering in aantal, de weinige steden die, heb ik vertaald, die continue bantur behouden werden door angst, meer dan door trouw. Die dus behouden werden meer door vrees dan door trouw. Ze bleven Hannibal trouw omdat ze bang voor hem waren en niet omdat ze echt trouw waren. Dat is wat dit betekent. Dus Hannibal stuurt het minst nuttige deel van zijn leger stuurt hij weg naar verschillende steden in Brutium, waar hij nu is, om de indruk te wekken dat hij nog militair vol in bedrijf is. Vervolgens transfectiet, dat is het hoofdwerkwoord, dus nadat hij die troep had weggestuurd, ablativus absolutus, zette hij over. Leidend voorwerp is quod roboris in exercitu erat. Dat is het leidend voorwerp van transfectiet. Hij zette over wat van kracht in zijn leger was. Dus dat roboris, dat staat in antithese met dat inutili daar. Nadat hij die nutteloze soldaten had weggestuurd, zette hij wat er aan kracht in zijn leger was naar Afrika over. En dan eindigt de zin met nog een ablativus absolutus, namelijk multis interfectis, nadat velen waren gedood, nadat velen van Italische afkomst waren gedood. Waarom waren die gedood? Quia, omdat naar Afrika zullen de volgen weigerend, dus omdat zij al weigerend hem te volgen naar Afrika, zich hadden begeven naar een heiligdom van Juno Lacinia. Dat slaat op een heiligdom in een berg in het zuiden van Italië ergens. Dus die mensen van Italische afkomst die uit Italië waren en dienden in het leger van Hannibal, die hadden zich teruggetrokken in een heiligdom van Juno. Natuurlijk om juist te voorkomen wat er wel gebeurde, want we hadden al gezien dat velen gedood waren. Dat interfecties staan natuurlijk niet voor niks aan het einde, pas helemaal in het Latijn. Weten we pas helemaal aan het einde van de zin wat er met die multis italici generis gebeurd is. We kennen al wel de reden. Dus omdat zij zich hadden begeven naar een heiligdom van Juno Lacinia, al weigerend om Hannibal naar Afrika te zullen volgen, staat er letterlijk. Dan zegt Livius eerst nog iets over dat delubrum. Dat is namelijk inviolatum ongeschonden tot die dag. Dus
Tot die dag heeft het leger van Hannibal dat heiligdom van Juno met rust gelaten. Daarom denken natuurlijk die Italiaanse mensen dat ze daar veilig zijn. In de tempel zelf, op verschrikkelijke wijze en dan helemaal aan het einde gedood. Dus hij zet zijn leger over naar Afrika, nadat hij velen van Italische afkomst op gruwelijke wijze gedood had, zelfs in dat heiligdom. Als er een misdaad gebeurt in een heiligdom, dat is bij Livius eigenlijk altijd een tamelijk verkeerd voorteken. Hannibal doet hier iets wat in strijd is met goddelijk recht.